Sorry, ik had je niet gezien. Sorry. Wat flik jij nou, gast? Ho, 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 ho. Hier, alsjeblieft. Koptelefoons af. Wat? Koptelefoons af. Muziek uit. Nou, vertel maar eens, wat is hier aan de hand? Nou ja, ik loop hier dus gewoon heel rustig. En die man, weet je... We zijn volwassen mensen, kunnen normaal met elkaar praten, ja? Ga je gang. Nou ja, ik loop hier dus gewoon heel rustig. En die mafkees, die komt gewoon uit het niets, in volle vaart, keihard, gewoon vlak langs me heen gesjeest. Alsof hij me bewust wilde raken, hè? Meneer, rustig, alstublieft, zeg. Nou, wat is uw verhaal? Nou, ik kwam hier gewoon rustig aan fietsen. Ja. En ik noem me onverlaas. Ik ga snel even naar de benzinepomp, zit hier aan het einde. Ja, van... dank u wel. Ah, ik hoor het al. Heel veel mensen dragen een koptelefoon in het verkeer en dat bepaalt nogal de sfeer. Kijk daarom goed uit wat voor soundtrack u onder uw leven legt. Hoort dit er nou bij? Denk het niet. Nee. Kijk, iedereen weet natuurlijk dat er een donorentekort is. Dat is echt een groot probleem. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben tekort aan donoren gekoppeld aan de populariteit van cosmetische ingrepen. Dus wat krijg je dan? Doneer een orgaan en je krijgt een gratis medische, cosmetische ingreep. We hebben een hele ludieke actie bedacht. Zoals dit. Geef ons je bloed, zetten wij je neus weer goed. Of geef ons je milt, krijg je de cup die je altijd hebt gewild. En dit is echt een van mijn favorieten, heb ik echt... heel hard voor moeten knokken, maar hij zit erin. Als ik een nier doneer, verlengen jullie mijn jonge hier. Het zijn natuurlijk allemaal populair taalgebruik natuurlijk, maar het is gewoon een modeverschijnsel, dat is het mooie. Als ze er eenmaal aan beginnen, kunnen ze niet meer stoppen. En het houdt ook de schoorsteen van onze plastisch chirurg rokende. Dus een win-win. Het mes snijdt uiteindelijk aan. 1, 2, 3. 5 kanten, ja. Piep, ik word gepiept, dus ik moet weer vandoor. Kijk, nostalgie, dat had je vroeger veel meer dan nu. Ja. Nu heeft iedereen een concentratieboog van een goudvis, 10, 20 seconden. Terwijl nostalgie heeft gewoon net wat meer tijd nodig. Hansa! Ja, had jij dit trouwens gezien? Opwinding bij het WK snooker in het Engelse Sheffield. Dat werd zondagavond verstoord door 2 demonstranten. Ja, sorry, ik knap hier helemaal niks van. Ik bedoel, als er 1 sport duurzaam is, dan is het wel snooker. Zelfs de tafel is groen. Ah, dat is mooi. Oh, ja. Ik denk wel dat de organisatie heel blij is, want snooker staat nu weer op de kaart. Ja, maar zij ook. Wat hadden ze nou eigenlijk tegen snooker eigenlijk? Ze hebben meer met biljart, denk ik. Nou, daar waren ze weer, hoor. Moesten ze zo nodig het snoekertoernooi verstoren met oranje poeier. Stelletje klimaatkleuters. Ik vind het toch knap, hoor. Een stukje aandacht ook. De wereldwijde pers zat bovenop. Ja, ik vind het toch al wat knap als ze dat zo doen. Kijk, het is natuurlijk allemaal pure ijdeltuiterij. Hè? Omdat zij als hobby het klimaat hebben, moeten ze zo nodig de hobby van andere mensen verkloten. Op zijn t-shirt stond Stop Oil Now. Ik weet niet of dat gelukt is, maar het toernooi stopte in ieder geval wel. Ja. Kijk, laten we eerlijk zijn. Snooker is natuurlijk niet echt een sport, maar meer een soort, nou ja, ordinair café-spelletje. Maar weet je wat zo'n laken kost? Huh? Wat ik het mooie vond naast dat oranje poeder was dat het zonder geweld ging. Dat vind ik allemaal mooi, dat er eigenlijk helemaal geen agressie echt bij kon kijken. Kijk, bij een darttoernooi zouden ze zoiets niet durven, want dan gooien ze helemaal lek en blind. Stelletje jammerdrammers. Nou ja, wat hij zegt. Ja, precies in de roos, Donnie. Mannen, we staan onderaan de ranglijst. Als we vandaag geen 3 punten pakken, is het over en uit. Pittige tegenstander vandaag. FC, VWC, 6e op de ranglijst. Hebben zij betere spelers? Ja, zij hebben betere spelers.
Missen wij Jeffrey vanwege een schorsing? Ja, wij missen onze allerbeste speler. Maar bestaat er een kans dat wij vandaag gaan winnen? Omdat wij erin geloven. Omdat we door het vuur gaan voor elkaar. Nou, absoluut niet. Dus, de mazzel. Hey, kijk eens wie we daar hebben als vanouds. Joppie piemelepoepie. Leon het peonnetje. Weet je waar ik ouderwets zin in heb, vriend? Laat me raden. Twee kipcons met curry. Een body-to-body massage van twee Braziliaanse bikinibabes. Maar goed, het zal er waarschijnlijk niet in zitten. Dus daar ga ik graag op jouw aanbod in. Twee kipcons met curry van het huis. Heerlijk. Oh, van het huis? Ik ben Sinterklipcon niet. Joop, sorry, dat was... Ik bedoel wel... Oké, van het huis. Nee, dat was het niet. Hoewel, lekker, van het huis, heel fijn. Nee, ik ben ineens heel erg emotioneel. Ik weet niet waarvan. Het is de muziek, natuurlijk. Ach. De nostalgie. Komt allemaal weer terug. Ons dorp. Nee, het is het dorp. Toon Hermans. Wim Sonneveld. 1978. 1974. Shut up the fuck, weet je alles beter of zo? Nou ja, het is het dorp van Wim Sonneveld uit 1974, joh. Ja, dat zeg ik. Nee, jij zegt... Hou erover op! Altijd gelijk willen hebben. Kleingeestige frietenpiemel. Nou, tot zover de ontroering. Ik vind het zo jammer dat de jeugd van tegenwoordig onze nostalgie niet begrijpt. Nee, maar dat is ook logisch eigenlijk. Ja, het is ook logisch. Ja, maar dat maakt toch niet leuk? Thuis heb ik nog een aanzichtkaart. Wie heeft er nog fysieke aanzichtkaart? Wie stuurt die nog? Ja, het is allemaal e-cards. Ik heb jou vorige zomer nog een... Ja, maar jij telt niet, hè? Ah. Op een kerk, een kar met paard. Nou, moskeeën en kutcriminelen op scootertjes. Nou, Joop, zo kan die wel weer. Slagerij J. van de Ven, dat kan ook niet meer. Kan ook niet meer, slagerij? Nee. Het is tegenwoordig allemaal bietenburgers, kikkertofu en vegavuilnis. Een kroeg, een juffrouw op de fiets. Maar dat heb je wel nog tegenwoordig, toch? Leon. Kijk nou toch om je heen. Een kroeg, echt? Het zijn allemaal genderneutrale hipsterbarretjes met non-binaire barmannen met nagelakken touwtje in hun sik. Om over de juffrouw's op fietsen maar te zwijgen. Het zijn allemaal elektrieke vetbikes met zulke dikke aarsen en elastieke lippen. Nou, Joop, zo kan hij wel weer, hè? Dat is toch ook hoe het hoort met nostalgie, dat het er niet meer is? Ja! Wat maakt toch nog wat depressief van worden? Zijn moeder touwtjes springen. Die tijd van toen, dat is voorbij, maar dit is wat jij krijgt van mij. Twee kipcons met kerenigingen. En langs. Wat tuin van. Oh, Foxy Fox loopt met je elektrieke benen. Nee, het is elastieke benen, is het? Gerard Cox. Nee, Nico Haak. Kijk eens wat. Dankjewel, Alex. Alex, horen jullie denken. Ja, Simone is even vakantie. Een weekje welverdiende vakantie naar Portugal, hè? Wat? Aangereden? Simone? Door een vrachtwagen op de A12? Nee. Maar is ze dood? Oh, mijn God. Oh, mijn God. Simone! Dan ben ik vreselijk. Oh, kom op, je bent professioneel. Het is live televisie. Nou, daar zit er niks anders op dan ik deze uitzending ga opdragen aan Simone. Simone, ik hou van je. Kom op. Eerste keer dat ik Simone ontmoette, was op een plek waarvan je denkt, hé, hoe kan het nou? Het was hier. Het was koud, vochtig. De hele nacht hebben we daar gezeten. Enorm genoten van elkaars gezelschap. En toen hadden we een soort klik gevonden. Een paar dagen later stuurden ze me een berichtje. En toen wist ik, het zit wel snor. Maar Simone nog heel erg op beslag omdat ik zelf een snor heb.
This ain't me. Live your life like a girl. I'm going to do this. Can't text you. The race. Thank you. Simone! Simone, waar je leeft! Wat doe je? Was een geintje! Oh, hier! Wat een goeie zeg! Jeetje, ik trapte er echt helemaal in! Nou, dit zit weer voor de komende tijd.